Maastricht bekeken door een Chinese lens, geen magisch Maastricht voor BV Limburg en Amerikaanse oorlogsveteranen op bezoek in het zuiden. Dag dames en heren, dit is het nieuws van vrijdag 12 september. Afgelopen juli vertrokken 10 Chinese fotografen naar Maastricht om hun persoonlijke kijk op de stad vast te leggen. Een maand later gingen 10 Limburgse fotografen naar het Chinese Chengdu om daar hetzelfde te doen. En vanaf vandaag is het resultaat te zien in de tentoonstelling Reflections in de Tapijnkazerne. Het mooie is dat we Maastricht nu zien door Chinese ogen en Chengdu zien door Maastrichtse ogen. Dat smaakt naar meer, komt er meer? Ja, ik denk dat cultuur een heel mooi bindmiddel is om de uitwisseling tussen Chengdu en Maastricht op heel veel gebieden verder vorm te gaan geven. En dit is een eerste stap. Maandag ziet u in onze achtergrondreportage meer over deze tentoonstelling. BV Limburg organiseert Magisch Maastricht dit jaar niet. De organisatie diende enkele maanden geleden een plan in bij de gemeente om het winterevenement nieuw leven in te blazen. Nu blijkt dat de organisatie door BV Limburg niet haalbaar is vanwege aangegane verplichtingen met Stichting Vrijheid of Mooi. Nu wordt door de gemeente bekeken of en wanneer BV Limburg mee kan denken over de organisatie van Magisch Maastricht. Henri Hoogstenbach is de nieuwe eigenaar van de Geulemer Molen. De bekende horecazaak aan de voet van de Geulemerberg in Bergen ter Blijt ging afgelopen zomer failliet. Hoogstenbach wil in de nieuwe zaak zijn culinaire ambities uitbreiden. Met het catering- en partybedrijf Struis Thuis gaf hij daar enkele jaren geleden al een aanzet voor. In de Geulemer Molen vervullen de Struis-medewerkers Gilbert Dooyen en Alex Neven straks de rol van gastheer. In de vijver bij de Vive Cup ligt sinds gisteravond een vreemd vaartuigje. De drijvende toeter is gebaseerd op een figuurtje uit een schilderij van Jeroen Bos en wordt komende zondag gebruikt tijdens het parcours. Zondag hebben wij een aardige leuke verrassing voor Maastricht. Daar worden elektronisch de geluiden aan de scenario die erin zit, worden die versterkt. En daar kunnen de mensen gewoon via een nummer, een 06-nummer, de gek activeren en dan krijgen ze een geweldig Papua geluid met de snaren en alles. Dus het is ook nog een beetje technologie en kunst. Volgend weekend wordt de installatie ook gebruikt tijdens Musica Sacra. Dan zal een operazangeres diverse aria's op de drijvende toeter zingen. Er zijn nog maar weinig mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding die 70 jaar geleden plaatsvond. Een klein groepje Amerikaanse oorlogsveteranen is momenteel in Zuid-Limburg om de diverse herdenkingen bij te wonen. Zij logeren in Hotel Beaumont, dat vlak na de bevrijding dienst deed als Amerikaans hoofdkwartier. Veteraan Frank Towers kan zich, ondanks zijn leeftijd van 97 jaar, nog goed herinneren hoe hij 70 jaar geleden Maastricht binnenkwam. We entered Maastricht on the 14th of September. Yeah. We came across the river where the government buildings are today and the 30th Division Monument. Did you meet the locals? At that time, really didn't have time to stop and meet the people. We saw them in the streets, waved to them. We were fighting a war. We weren't creating a social affair. So we didn't know at that time that the Dutch people were going to be as friendly and socialize as much as they did. It wasn't until after the liberation that we learned how thankful they were for their liberation and appreciated our coming, liberating them. How long did you stay in Maastricht? Just that one day. We just passed through because the Germans were on the run, and they were basically crossing the river, getting out of Maastricht as we were coming in. So they're going out the back door, we were coming in the front door. Why do you keep coming back? Because the people of Maastricht are so friendly that they invite us to come back and help celebrate the 40th, 50th, 60th anniversary of their liberation. How important are these celebrations? Well, they're important because
the younger generation need to know the trials and tribulations that we had in fighting against the Nazi enemy and driving them out of Maastricht and out of Limburg province. You met the Dutch royalties. Not until after the liberation. I think it was in February or March of 45 that we had a parade in the city square, and Queen Wilhelmina was there. And later on, I met Queen Beatrice, and still later on, I met Prince Willem, who is now the king of Netherlands. So I've met three generations of the royalty of the Netherlands. And you also know André Rieu. Oh yes, I know André Rieu very well from back 1984. Before he became famous, he had a little five-piece jazz band, and he was playing background music for a Good Morning America show. So I've had a speaking acquaintance with him ever since, and now since he became famous, I've become more friendly with him because of his son Pierre. Pierre has been very interested in World War II, and I've helped give him a lot of historical data on World War II. Did you meet Pierre and André this year? I have not seen them yet this year. I've only came yesterday, haven't had time. Yeah. Who will tell the stories if there were no veterans left? Well, that's the reason we want to tell the story to the younger generation now, so that they can continue to pass it on. There's very few veterans left now to tell the story of the liberation. Last question: what's freedom to you? To be able to think, talk, and not have any fear of being perhaps persecuted for what you're saying or what you're doing, to act, to go where you want to, whenever you want to. And basically that's about it. En met dit interview komen we aan bij de laatste aflevering van een reeks reportages over de bevrijding. September 1944, 70 jaar geleden. De geallieerden rukken vanuit België op in hun strijd tegen de Duitse bezetters. En dus komt er voor Zuid-Limburg een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Deze hele week kijken we met een aantal reportages terug op de bevrijding. We hebben de afgelopen week gezien dat je de oorlog en de bevrijding op diverse manieren kunt herdenken. Door het na te spelen, door een rondleiding door de grotten, door een rondwandeling door de stad. Maar hier, in het Regionaal Historisch Centrum Limburg, is ook nog iets te zien. Een heel bijzondere expositie. Maastricht, 70 jaar bevrijd. Dat was een mooi boek. Hallo. Meneer Jagers. Maastricht, 70 jaar bevrijd. Ja. Een fotoboek. Jullie hebben hier in het RHCL, het Regionaal Historisch Centrum, heel veel foto's, denk ik, over de oorlog. Ja, duizenden. Ja. Duizenden. Ja. En nu is er dit boek van Patrick Leenders en Paul Bonsoir met heel bijzondere foto's, toch? Ja, het is eigenlijk een fotoboek wat samengesteld is ter ere van 70 jaar bevrijding Maastricht. En alle foto's zijn eigenlijk afkomstig uit de collectie van Patrick Leenders zelf. En het bijzondere van deze foto's is eigenlijk op de manier waarop hij ze verzameld heeft. Hè. Hij heeft allerlei antiquariaten afgestruind in Duitsland om kiekjes en foto's, fotoalbums te kopen waar een handel in blijkt te zijn. Hij is naar Duitsland geweest, want dit zijn niet gewoon foto's van geallieerden of van mensen uit Maastricht. Het zijn foto's van Duitsers, van Duitse soldaten. De tentoonstelling hier heet ook Schnappschüsse. Schnappschüsse, ja. De Nederlandse woord is kiekjes. Ja. Kiekjes. Ja, kiekjes. Het zijn ook echt kiekjes. Het zijn foto's die zij naar huis stuurden om het thuisfront eigenlijk te laten meegenieten van hoe geweldig avontuurlijk het ze hadden. En, ja, ze laten natuurlijk vooral de mooie kant zien van de oorlog. Hè. Hier zie je het bijvoorbeeld heel goed. Hè. Dit lijkt wel een picknick. Je ziet absoluut geen gevechtshandelingen. Want je laat natuurlijk altijd, ja, wat ik net zei, de mooie kant zien van de oorlog. Net zo goed als je op Facebook ook altijd zet dat het goed gaat, hè, dat het geweldig is. En,
En die, op die, dat is de insteek waarop we ook de fotocollectie van Patrick hebben doorgelopen. Hè. We willen een bijzondere insteek hebben. We willen dus dit keer niet een keer de historische documentatie van de plekken in Maastricht en de data. Nee, we willen puur kijken naar de foto's zelf. Wat deden ze? Waarom verstuurd werden ze gemaakt? Waarom werden ze verstuurd? Bij de kazerne, voor dem großen Tor. Steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne. Ja, hier zie je ook zo bijvoorbeeld zo'n schnappschuss, hè, van zo'n foto van een Duitse soldaten, hoe ze met de Maastrichtse bevolking omgaat of ingekwartierd worden. Zullen we dadelijk nog een beter voorbeeld zien. Hè. Het is heel ontspannen. Hè. Ze nemen de kinderen op de arm. Wat ik hier ook heel mooi vind, is die avondzon hè, met die schaduwen. Dus. Ja. Dit jongetje lijkt er niet zoveel zin in te hebben. Hij lijkt er niet zoveel zin in. Nou, daar weet ik natuurlijk ook de details niet van. Misschien vindt hij dat net even niet zo leuk, maar zij vinden het in ieder geval heel interessant. En speciaal voor de foto even een stropdas omgeknoopt? Misschien. Het is ook mooi in die foto dat je er ook allerlei verhalen zelf bij kunt verzinnen. Hè. Dat is verder niet gedocumenteerd, dus je mag zelf je fantasie de vrije loop laten. Wat je weet is dat het in Maastricht is en dat het Duitse soldaten zijn. En dat dit natuurlijk Maastrichtse kinderen zijn. Ja, hier is ook een heel mooi voorbeeld van een situatie waar Duitse militairen ingekwartierd waren bij Maastrichtse gezinnen. Dat gebeurde vaak. En je ziet hoe ze hier opgenomen zijn in het gezin. Ik denk dat dit de opa is. Hè. En ja, het is heel ontspannen. Hè. Het is net alsof het vrienden zijn. Hè. Ja. Ik weet ook niet wat er aan vooraf gegaan zijn, hoe ze zijn ingekwartierd, of dat min of meer verpleegd was. Of... Wat vertellen die foto's nu eigenlijk? De foto's vertellen eigenlijk dat de bezetting, de Duitse bezetting, ook een soort van gewone tijd kende. Een ontspannen tijd. En dat het dus niet alleen maar, een oorlog niet alleen maar 5 jaar gevechtshandelingen is. Het is een noodgedwongen huwelijk tussen de soldaten en de Maastrichtse bevolking. Hè. De soldaten hebben er ook niet om gevraagd om hier naartoe gestuurd te worden. De Maastrichtse bevolking uiteraard ook niet. Nou, je bent dan toch een soort van gedwongen huwelijk en daar moet je er het beste van maken. En op die manier ja, proberen beide partijen toch het zo leuk mogelijk, klinkt heel raar natuurlijk, het zo leuk mogelijk voor elkaar te houden. En alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie ein. Dit soort foto's vind ik persoonlijk iets wat mindere foto's, maar je ziet ze heel vaak omdat hier gewoon een belangrijke officier op staat. Ik weet niet wie het is. En soldaten willen zich natuurlijk altijd goed positioneren naast een belangrijk iemand. Hè. Dat is van alle tijden, doen we tegenwoordig ook nog steeds. Hè. Kijk maar eens naar het bezoek van de koning, dat er allemaal zo omheen loopt. Stolz. Stolz. Hè. We hebben die nu specifiek gekozen, dit is waarschijnlijk gewoon een soldaat, maar hij is heel erg trots hè, dat hij naast hem mag staan. En als hij dit naar huis stuurt, dan denken zijn kinderen en zijn vrouw natuurlijk, goh, papa is wel erg belangrijk. Ja, dit geeft ook eigenlijk weer heel mooi die ontspannen sfeer aan. Hè. Wat ik al eerder zei, het is voor mij, als je dit zo wegdenkt en die uniformen weg, dan is het een picknick. Ja. Meer en niet minder. Flesje wijn erbij. Flesje wijn erbij. Brood. Het is gezellig. Niemand kijkt daar niet ontspannen. Hè. Zwei fahrende Tücher, Schnauzbach und Sterne, Herzen und Küssen, die Mädchen so gerne, ei warum, ei darum. Hier zie je ook wat zo'n. Hè, ze zijn heel trots, ze hebben die bunker veroverd. En ze willen dat laten zien. Hè. Maar het zijn eigenlijk, als je zo doorheen kijkt, door die foto heen kijkt, zie je uniformen. Je ziet eigenlijk geen mensen. Maar als je dat nu eens voorstelt dat die in hun blootje daar staan, hè, dan krijg je een hele andere foto. Dan zijn het gewoon hier, dit is een klein gedrongen mannetje. Op die manier zou je je fantasie eigenlijk de loop moeten laten. Hè? Dat je dus de mens achter de soldaat zou kunnen zien. En of dat nu Duitsers zijn of Amerikanen, dat doet er niet toe. Alle soldaten zijn uiteindelijk mensen. Deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie doch mich, vergaß sie lang.
Und sollte mir ein Leid geschehen. Dat is ook van alle tijden. Hè. In oorlogen moeten trofeeën gehaald worden, laten zien. En of dat nu een vliegtuig is of een afgehakt hoofd of de vrouw van de tegenstander, dat is ook een heel populaire oorlogsbuit. Hè. Ja. Zijn er mensen die hier komen en wellicht kritiek hebben? Misschien komen er nog discussies over. Ik denk niet zozeer discussies over dat wij de Duitsers als gewone mensen voorstellen, want de sentimenten in de Maastrichtse bevolking zoals die er nu is, zijn niet meer zo anti-Duits zoals 40 jaar geleden. Die generatie is toch min of meer uitgestorven. Tot zover het nieuws van vandaag. Programma's ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken, een heel fijn weekend en graag weer tot maandag.